Voordat ik iets inzet, mm-hmm. moet een aantal dingen goed zitten. Ja. Dat is het contact hebben met iedereen in de groep mm-hmm. of het team. En het hebben van een contract. Dat is al mm-hmm. werk. Dan zet je al iets in. Daarnaast vind ik het nodig om te zorgen dat er voldoende containment is. Mm-hmm. Dat is zeg maar veiligheid of holding space. Ja. En dat is nodig zodat een team juist de veiligheid een beetje kan verlaten. Want uit die comfortzone komen, daar zit volgens mij de opbrengst. Daar kan je ontwikkelen. Mm-hmm. Dus dat is een paradoxaal begrip. Maar je moet zorgen dat er voldoende containment is, voldoende bandbreedte, voldoende ruimte, maar ook weer niet te veel. Zodat het team weet, ja, hier kunnen we bewegen. Ja. En wat ik ook verzorg altijd is een relatie met de context. Mm-hmm. Een team moet niet in een luchtledige of in een vacuüm gaan ontwikkelen, maar is altijd bezig in een bepaalde context. Ja. En wat ik met die context doe, is soms moet ik hem binnenhalen, zichtbaar maken, omdat het team wel eens te veel ervan is afgeschermd geraakt. En soms moet ik juist helpen die context even eruit te gooien. Ja. Mm-hmm. Even met onszelf bezig zijn. Wat is voor jou een goed psychologisch contract? Er bestaan een aantal de dingen die je al genoemd hebt, denk ik. Ja. Ja. En ook dat men geholpen wil worden. Mm-hmm. En dat men het ook met jou wil doen. Ja. En ook ook wel de voorwaarden waarbinnen. Dus in termen van tijd of plek of met wie. Ja. Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar het gaat vooral om een voor elkaar beschikbaar zijn voor het coachproces. En dat ook vrijwillig doen. Wanneer wordt teamcoaching adviseren bemoeizuchtig? Nou ja, wat ik al zei, als je het beter weet. Ja. En soms weet je het ook beter. Je hebt soms meer kennis. Ja. Maar ja, wat is dan beter weten? Maar goed, je hebt soms meer kennis. Je ziet soms dingen die het team niet ziet als buitenstaander. Dus daar kan die bemoeizicht aangewakkerd worden van, ik zie het. Ja. He? En ik denk dat je dat heel gedoseerd moet inzetten. Wat jij ziet of wat jij weet. Voor je het weet neem je het uit handen van het team. Ja. En dat is jammer. Ja. Ja. Het kan ook bemoeizuchtig worden op het moment dat je heel graag een team wil redden. Ah, ja. Dat je ziet dat ze problemen hebben, ongemak, elkaar het leven zuur maken of de hersens inslaan. En jij wil dat dan oplossen voor je. Ja. Dat kan ook wel vaak. Hè? Je kunt soms door jouw aanwezigheid en met je ervaring, mm-hmm. met je luistervermogen, met je kennis, kun je pijn wegnemen van dat team. Mm-hmm. De vraag is of dat A, binnen het contract past, ja. en B, of je ze daar echt mee helpt. Ja.